Dan is de medaillekans morgen zonder meer weer aanwezig. Of dat goud is, dat zien we morgen weer. Ik bedoel, ik denk dat ik niet meer een echte voorspelling doe. Dat lijkt me niet zinnig. Natuurlijk hebben we het alsmaar over Yvonne nu. Maar laten we het ook even over Marieke Stam hebben. Nou, dat is heel sneu. Ik bedoel, maar ook hier, nogmaals, Marieke is uit vorm. En dat is verdrietig. Maar dat wordt hier alleen maar bevestigd. En oorzaken die inderdaad dan in de benen zitten. Of die inderdaad tussen haar oren zitten. Dat weet ik niet. Dat kun je achteraf gissen. Dat is ook dat is niet belangrijk. Het was niet goed. Punt uit. Yvonne is de enige van de Nederlandse rijders die persoonlijke records verbetert in Calgary. Nu op die 1500 meter zelfs 4 seconden. Dat betekent dat zij een uniek uitzonderlijk talent is. Zonder meer. En dat is dat kan je alleen nog maar een keer bevestigen. Ik zit hier dan wel en word steeds trainer genoemd. Egbert is in Calgary en is dan haar coach. Nogmaals, Yvonne doet het en die kan het inderdaad opbrengen. En die is inderdaad in staat zich zodanig te concentreren en weer op te laden en te motiveren voor een wedstrijd. Dat je inderdaad als coach ook eigenlijk alleen maar heel stilletjes kan kijken, gigantisch blij kan zijn en diep respect kan hebben voor wat zij doet en niet wat wij doen. Jij gaat nu naar huis, hè? Heerenveen? Ik ga naar huis, ja. Je bent een van de gelukkigste mensen van Nederland. Ik ben verschrikkelijk blij. Wel gefeliciteerd, Jart, en dankjewel voor je komst hier naartoe. Bedankt. De laatste rit op de 1500 meter. Van Gennep dus eerste, de winnende tijd. 2 minuten rond en 68 honderdste voor Karin Kania. 2 minuten en 82 honderdste voor Erich, die het brons wint. 2 minuten 1 en 49 honderdste. Hashimoto, Kleeman, Ries, Song en Bader zijn de nummers 6 tot en met 10. Goedemorgen, het is zondag en het is ongeveer 8:30, 28 februari. Voor ons Nederlanders was het een zeer feestelijke schaatsnacht. Niet Karin Kania, de Oost-Duitse, maar Yvonne van Gennep is de keizerin van het Olympisch schaatsen geworden. Ze won na een formidabele race, de 1500 meter, 1400ste seconde sneller dan Kania. Haar tweede gouden medaille in 4 dagen en dat na een mislukt voorseizoen. Van Gennep is de grootste sensatie van Calgary. We komen er straks uitgebreid op terug, u begrijpt, met onze mensen daar in Canada. Er was nog een kroning van een schaatskeizerin afgelopen nacht. De met ongekende publiciteit omgeven tweestrijd tussen Debbie Thomas, de Amerikaanse, en Catherine Witt, de Oost-Duitse. Bij het kunstrijden had een spannende ontknoping met een verrassende rol voor een Canadese outsider, Elizabeth Manley. Ook daarvan Witt, Thomas en Manley. Prachtige beelden. We komen ook nog even terug op de heerser van de slalom, Alberto Tomba, die zijn tweede gouden plak haalde na een spannende strijd op de helling van de Mount Allen. Maar eindelijk was daar trouwens ook eens echte sneeuw gevallen. Tomba la neige, zou Adamo zingen. Wat doen we nog meer? 2 journaals, zoals elke ochtend, met Harmen Season en Erwin Krol komt over een klein uurtje het weerbericht van hier en Calgary aan u presenteren. Paulien Broekema, de NOS-verslaggeefster, komt als gewoonlijks morgens met een reportage ergens uit Nederland. Ik weet nu wel zeker dat ze in een dierentuin is op een mooie zondagmorgen. Aardige bijdragen zoals gewoonlijk van onze medewerkers en collega's in Calgary. Dan nog wat studiogasten. Wij verheugen ons zeer op de komst van Theo en Thea. En verwachten later op de ochtend nog Monique Velzenboer. Dat is dat Nederlandse meisje dat meedeed aan een demonstratiesport in Calgary. Het shorttrack schaatserij. En ze won daar 3 medailles. Corinne de Korte
onze Canadese stewardess van Nederlandse afkomst is er weer helemaal bij. Ze is bijna ook weer helemaal Nederlands. Ze verzorgt ons zoals altijd samen met René van de NOB, zodat we heel huids ook door deze 15e ontbijtochtend van de NOS Olympische Winterspelen zullen komen. Daar gaan we dan. Eerst met de hoogtepunten in Calgary van de afgelopen uren. Yvonne van Gennep, de schaatskeizerin van Calgary. Ze wint ook de 1500 meter. 1400ste voor Kania. Opnieuw staat ze onbewogen op de hoogste treden. Zij, de grootste sensatie van deze winterspelen. Katarina Wiet, de Oost-Duitse, heeft de sterkste zenuwen in de spannende eindstrijd van het kunstrijden. Alberto Tomba, skiwonder uit Italië, wint met miniem verschil de slalom op de Mount Ellen. Een Zweed, Gunde Svan, verslaat de Russen bij het langlaufen. Een gouden plak, de 50 kilometer. En weer loodt Yvonne van Gennep gunstig in de vijfde rit op de 5000 meter na de Oost-Duitsen Erich en Zange. Vanavond, 11 uur. En dan is hier het overige nieuws van de afgelopen nacht. Een verkeersongeluk in Surhuisterveen, Friesland, heeft aan 4 jonge mensen het leven gekost. 3 fietsers, 2 jongens en een meisje, werden geschept door een achteropkomende automobilist en waren op slag dood. De bestuurder, een 26-jarige man uit Oppende, Groningen, botste na de aanrijding tegen een boom en kwam ook om het leven. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en regent het af en toe. Later breekt op enkele plaatsen de zon door. En aan het eind van de middag komen er regen- of hagelbuien. De temperatuur ligt rond de 6 graden. Dat was het tot over een uur. En bij Harmen is dan als gewoonlijk Erwin Krol met de weerberichten voor Nederland en Calgary. Gold medal winner with a new Olympic record. From Netherlands. Gagnante de la médaille d'or avec un nouveau record olympique. Les Pays-Bas, Yvonne van Gennep. Zegt Yvonne van Gennep. Tegen wie? Nou, ik denk eigenlijk op dat moment emotioneel tegen de hele wereld. Moet u ook eens doen. Daar knapt u van op. We gaan naar Calgary, we gaan naar Mart. Goedemorgen, Mart. Goedemorgen, Koos. Goedemorgen, Nederland. Jij maakt op dit moment lijfelijk en geestelijk mee hoe een Nederlandse sportvrouw tot de Olympische vedette van Calgary is aan het uitgroeien. Misschien naast die Nikane. Hoe voelt dat aan? We maken dat op afstand mee, laat ik dat vooropstellen. Je hebt maar
beperkt gedeelte van de dag heb je contact met die sportmensen. Je ziet ze bezig in hun wedstrijden. Daarna de festiviteiten eromheen. En dan is het weer boem, weg van dat Olympisch dorp. En dan weet je eigenlijk niet wat er met ze gebeurt, totdat je ze de volgende dag weer oppakt. Maar er zit binnen de hele Nederlandse club die hier dan is, zit er wel een lekker gevoel van, ja, nu kan het helemaal niet meer stuk. Je rolt van dag naar dag en met die gekke Yvonne, ja, alles lukt nu, hè? Die laatste dag, iedereen hoopt nu van, maar we hebben gisteren al gezegd, heel voorzichtig daarmee zijn. Maar het is een lekker gevoel, het is altijd leuk als een landgenoot of een landgenote van je heel goed presteert. Dat maakt je werk makkelijker, je vergeet je vermoeidheid sneller. Het is gewoon een lekker gevoel, laat ik het daar maar op houden. Kom maar met je analyse van die prachtige 1500 meter. Nou, die analyse die zetten we uiteraard in met de vedette van dit seizoen, met Karin Kania. Alles ging mis, tot op dit moment, totdat die 1500 meter moest komen, haar afstand. Laten we maar gaan kijken naar de eerste beelden van voor de races. De dag van de waarheid. Rainer Mundt, de succescoach van de DDR-ploeg, heeft nog geen gouden medaille met zijn team. Karin Kania, de meest succesvolle schaatsrijder ter wereld, heeft hier nog geen gouden medaille gewonnen. Kan ze het? Mundt is nerveus. Hij twijfelt. Kania is niet in orde, dat weet hij. En vandaag moet het gebeuren. Op haar 1500 meter. Kania twijfelt aan zichzelf. Pas vanochtend heeft ze besloten te starten. Maar die twijfel overheerst alles. Wachten dus. Yvonne van Gennep wordt Olympisch kampioene. Dat is een grote verrassing. En Karin Kania blijft weer zonder goud aan de kant. Zilver is mooi, maar het is geen goud. En dat doet pijn. Hier komt Kania op Yvonne van Gennep af. Eerst pakt ze de trui, dan volgt de omhelzing. En dan, exclusief, het interview met de NOS. Karin Kania. Na ja, man muss sich auch mit so einer Situation abfinden und ich hatte hier nach den 3000 erhebliche gesundheitliche Probleme und ich war mir heute früh noch nicht sicher, ob ich überhaupt laufen kann und deshalb bin ich mit der Leistung eigentlich sehr zufrieden und dass es so knapp ist, mir hat eben halt das Glück gefehlt. Aber was ist dann passiert? Sie sind so stark gewesen, so überregend stark dieses Jahr. Naja, aber vielleicht nicht zur richtigen Zeit und wir haben selbst das noch nicht analysiert. Wir haben sehr viel trainiert und ich glaube nicht, dass wir etwas falsch gemacht haben. Aber ich meine, wir sind zwar sehr gut, aber wir sind nicht unschlagbar. Und ich glaube, das hat man eben hier gesehen. Und es war ja wirklich immer nur eine sehr knappe Entscheidung. Und wäre ich nach Yvonne gelaufen, hätte ich vielleicht den Schritt noch schneller gemacht. Aber so ist der Sport und man muss auch mal verlieren können. Ja, das ist eine Wahrheit. Was ist die Belastung hier gewesen? Nervisch oder körperlich? Ja, ich muss sagen, dass beides zusammengekommen ist. Natürlich ist Olympia also eine enorme nervliche Belastung und es sind meine dritten Olympischen Spiele und für mich ist eigentlich der Nervendruck immer größer geworden und ich bin eigentlich immer gut damit zurechtgekommen, aber diesmal bin ich eben doch nicht so locker gelaufen und wie gesagt, ich hatte große Probleme hier mit der trockenen Luft und das haben ja die meisten haben es ja gemerkt, dass ich immer sehr viel husten muss hinterher und ich hatte wirklich erhebliche Schmerzen auch und es war eben kein sehr glücklicher Umstand hier, aber trotzdem glaube ich, 2 Silbermedaillen und 1 Bronzemedaille. Andere machen Freudensprünge dabei und es werden auch die Zeiten kommen, wo wir uns wieder darüber freuen. Und ich freue mich trotzdem auch über die 3 Medaillen. Können Sie etwas sagen zu Yvonne? Ja, Yvonne war für uns eigentlich, ich will nicht sagen überraschend, aber wir hatten ja sehr wenig Wettkämpfe von ihr gesehen und sie hat sich eben sehr gut vorbereitet und ist auf die Minute topfit und man kann eigentlich nur Hut ziehen und Anerkennung aussprechen und man muss das akzeptieren und eigentlich ist es fabelhaft, dass sie auch über die 1500 Meter so schnell laufen kann. Dass sie über lange Strecken gut ist, das wussten wir, aber wir können ja eigentlich nur Bewunderung aussprechen. Danke sehr, Kania. Herr Mundt, Sie sind zusammen gewesen mit holländischer Mannschaft in Butte in den Vereinigten Staaten. Ja. Da haben Sie Yvonne gesehen. Haben Sie gewusst, dass sie das konnte? Ja, man muss damit rechnen. Sie war die Weltrekordlerin über die 2 langen Strecken. Ja, und dass sie, wenn sie im richtigen Moment fit ist, sehr schnell laufen kann, das wussten wir. Ich muss sagen, sie ist hier bravourös gelaufen, hatte das Quäntchen Glück, was man zu einem so wichtigen Wettkampf braucht, auch immer vorne starten zu können. Ich muss das sagen, also hinten starten zu können, weil wir immer vorlegen mussten. Aber das schmälert ihre Leistung überhaupt nicht. Ich habe das schon letztes Mal gesagt, man kann den holländischen Verantwortlichen, die sie vorbereitet haben, nur gratulieren. Und natürlich Yvonne für ihre fabelhaften Leistungen.
sportieve verliezers, maar toch een harde trek op het gelaat. En ja, dat is wel logisch.